Lichtervelde, 2016. Lotta die ligt in bed. Haar knuffelbeer ligt bij haar, het licht brandt op de gang en haar vader heeft een boek voorgelezen. Nu is ze nog maar één stap verwijderd van de slaap. Ze sluit alvast haar ogen, voelt hoe haar vader zich over haar heen buigt en rap rap een kruis op haar voorhoofd tekent. Tseentje bewaar je, zegt hij. Precies zoals haar moeder het altijd zei. Tseentje bewaar je. Het zijn woorden waarin je zelf mag horen wat je wil. En Lotta die weet wat ze wil horen. Dat ze het graf van haar moeder alleen maar heeft gedroomd. Tseentje bewaar je.